Welkom bij de Arctic Challenge. Een auto-challenge van 7000 kilometer richting de Noordkaap. Uithoudingsvermogen, driving skills en kameraadschap worden op de proef gesteld. Ik heb een paar kilometers in mijn leven gemaakt, dus ik denk dat het gaat lukken. Jij gaat de kou in, maar hij gaat allereerst lichte vorst op de meeste plaatsen. Met een matige wind die nog altijd uit de oostelijke richting komt. Middernacht, matige wind. En iedereen die kijkt, goed morgen, tot morgen! Vanochtend hebben we eruit gekrapt van de auto, dus dat was de laatste oefening die we moesten doen. Ging ook goed. En qua kleding, moet je je ergens kleden, qua kou, of zeg je ik zit lekker warm in mijn auto? Stoelverwarming, hè? Stoelverwarming aan. Die hebben we in ieder geval bij, dus dat... Heel veel donskleding. Komt helemaal goed. Wat nog een prachtig cd met leuke muziek bij je. Ja, we hebben René een beetje zachter gezet, maar we hebben hem bij ons. René aan boord. René aan boord. Ja, even zover. 30 seconden mensen en dan gaan we weer op het minuut. Maar ze starten zo direct naar het hoge noorden. 3, 2, 1 en go! Mensen, geef ze een applaus, het eerste ding. Nou, de rock ook een beetje. Rock en de rock gaat naar het hoge noorden, Jack. De Arctic Challenge is weer van start gegaan. Dit jaar een heel speciaal jaar, want het is de 10e editie. Vandaag zullen 30 teams vertrekken vanuit Lichtenvoorde richting de Noordkaap, waar de teams aan de hand van coördinaten de ideale tijd proberen te rijden. Nog niet echt Arctische omstandigheden, Rolf. Min 1, maar geen sneeuw en geen ijs buiten. Komt nog, denk ik. Hoe gaat ie? Het gaat lekker. Ja, toch? Ja, we gaan het nu even overnemen. We hebben al een chauffeur. Ons koffiezetapparaat gekocht. Ja, wij hebben wel... Die stekker brandde door. Hmm. Dus te veel vermogen op de... We moeten ductape meegenomen hebben. We hebben een stekker aan kunnen zetten van iets anders. Het pontje, 108 kilometer. En dan gaan we met de boot van Duitsland naar Denemarken. 3-5. Ah, let's go. Over 600 meter zijn we bij de boot. En het sneeuwt. Om het eerste coördinaat te bereiken, kunnen de teams over land rijden of de pont nemen naar Denemarken. Die is snel, kijk nou. Er zit al één team op de boot. Ja.
Hoe is die grip? De grip is vooralsnog goed. We hebben de spikes natuurlijk nog niet onder liggen. We rijden nu op de brug van Kopenhagen naar Malmö, Denemarken naar Zweden. René Vroger rijdt voor ons ergens. Als de eerste checkpoint is bereikt, krijgen ze via de back-office de volgende coördinaat. Alleen bevindt deze zich op de auto. Ja, de volgende coördinaat. Ja, ik kan niet lezen. Wij kunnen die coördinatie niet lezen. We gaan je ook niks vertellen. We gaan wel een beetje helpen, hè? Je weet het wel dus. Met 27. Na eindelijk het coördinaat ontcijferd te hebben, kan de rit weer voortgezet worden. Op naar het tweede coördinaat, die 1200 kilometer verderop ligt. Concentratie, hè, om de ideale snelheid vast te houden. Zo is het. Niels, geef toe, je bent helemaal gelukkig. Want waar rijden we nu? Kijk eens. Langs de IKEA. Op het tweede coördinaat aangekomen in Noorwegen staat er weer een opdracht te wachten. Dit keer hebben ze de coördinaten gekregen in het Noors. 11:21. 11:21. En de kilometerstand op dit moment is 9:77. Na een beetje puzzelen en navragen gaan we verder richting het laatste coördinaat. Bijna 30. Ik dacht niet geslapen en dan krijg je dit soort wegdek met dit soort vrachtauto's. Toch even oppassen, want ik hoorde net van een chauffeur, af en toe steekt er iets over. En Niels zegt dan eerlijk, dit soort weggetjes en dit soort weer maken het wel echt een challenge. Hè? Ja, dat is zeker. De auto van de organisatie is in de slip geraakt en is over de kop gerold. Gelukkig geen gewonden en de heren zijn meegelift naar het laatste coördinatiepunt. Na een tocht van meer dan 2200 kilometer komt iedereen langzaamaan in Mo i Rana, waar ze de nacht door zullen brengen om morgen vroeg verder te vertrekken naar het noorden van Noorwegen. De eindstand van de eerste etappe. Op nummer 3 Goss Goes Arctic, gevolgd door Noordgang, en op nummer 1 Nice Cold. Oké, okay, zetten we hem even aan de kant. Geen enkel probleem. We zijn die allemaal, die zijn er straks al. Die zitten al aan de koffie. Ja. Nou, dus de rit lang. Goed geslapen, Rolf? Super geslapen. Vooral toen ik het noorderlicht hoorde. Ja, om 1 uur ging er nog even een auto-alarm af. Die recht onder ons hotelraam stond. Ja, die start ook niet meer, zag ik vandaag. Oh. Zo, wij rijden de echte kortste route door Mo i Rana naar Narvik. Ja. En dat wij kortste route hebben, rijden we nu door al dit soort dorpspaadjes. We hebben inderdaad onze tactiek iets aangepast. Speciaal voor Philip Snoek en genieten, hè. Dag 3 van de Arctic Challenge. 30 teams zijn vertrokken vanuit Lichtenvoorde richting de Noordkaap om een tocht van 7000 kilometer af te leggen. De teams moeten aan de hand van de coördinaten de ideale tijd proberen te rijden. Hebben jullie hulp nodig? Tweede organisatieauto in de puin. Organisatieauto? Ja. Die Santa Fe, die jongens waar we weer bij staan. Ons camerateam is van de weg afgegleden door de gladheid en is in de berm terechtgekomen. Tijdens de slipactie hebben ze verschillende bomen meegenomen en de cameraman heeft last van zijn rug.
De teams achter het camerateam zijn gestopt om eventueel hulp te bieden. Ja, wij gaan heel rustig rijden, want alles is geregeld, tenminste voor zover het kan. En we hebben alles afgegeven. Ik heb spullen in mijn auto gegooid van hem. En we blijven onderweg op de hoogte zitten. Er staan nu 8 of 9 auto's te wachten. Dus rij voorzichtig. De ambulance is hier denk ik met 1 minuut of 5 nu wel. We staan een half uur te wachten. De ambulance is gearriveerd en de jongens worden meegenomen voor onderzoek naar het ziekenhuis. Na de eerste voorzorgsmaatregelen getroffen te hebben, kunnen de overige teams niets meer doen. Iedereen moet zijn reis vervolgen naar het laatste coördinaat richting het noorden. De teams zijn minimaal nog 10 uur onderweg in het prachtige landschap van Noorwegen. De veerboot komt eraan om de overtocht te maken naar de overkant, waar het vervolgens nog 5 uur rijden is. Even rustig gaan, hè? We moeten vertellen dat er spanning is, hè? Ja. We wachten! Ja, is er nu op spanning. Zo! Yo! Bomen! Hebben we alles nog heel? Ja, alles prima hoor. Na meer dan 3000 kilometer eindelijk aangekomen op de eindbestemming. De eindstand van deze etappe is op nummer 3 Nice Cold. Op 2 Café Primero en op nummer 1 Hampe Meijer Advocaten, team 2. De volgende dag mogen de teams zich ontladen om lekker een ritje te snowscooteren. En dat bevalt goed. Laten we dan even een kijkje nemen in het ijshotel. Je kunt hier van alles vinden.
And I'm from Netherlands. Yeah. Ulf. Rolf. 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 Yeah. R-O-L-F. That's correct. Tell me, this is your first meeting with the ice hotel in Alta. What do you think about it? Yeah, well, it's cold, of course, but not as cold as I expected. I thought it would be much more freezy, but it actually feels quite comfortable compared to the outside. Morgen zit het bezoek aan de Noordkaap er weer op en maken de kandidaten zich klaar voor de terugreis. Na een dagje lekker buiten spelen is het weer tijd om in de auto te stappen. Het coördinaat is deze keer lekker koud gezet. We zien veel auto's rijden met van die kleine camera's. Wat zijn dat eigenlijk voor camera's? Ja, het GoPro Black Edition. Gehuurd bij Bever en HD-formaat. We kunnen hem op het dak zetten. Dat doen we straks. We hebben nu in de auto staan. De meeste mensen filmen het landschap, maar sommigen... We hebben nu een kleine 6500 kilometer gedaan. We moeten er nog 550 of zo. En we zijn nu onderweg naar Brunflo, hè? We hebben het vreselijk leuk. Het is echt leuk. Het is alleen sterfers koud. Hiermee moeten we helaas afscheid nemen van het team Toppers on Tour en team Vastgoed. Het team Vastgoed heeft zodanige autoproblemen dat ze de race moesten staken. René en Benno blijven bij de heren om ze te assisteren. Na een lange rit van 1200 kilometer komen de teams aan bij het hotel. Kijkend naar de eindstand van etappe 3 zien we dat team Reaching the Arctic deze etappe het best heeft gereden. Gevolgd door de diehards Frost on My Moustache. De teams hebben nu zo'n 5500 kilometer gereden. Ik vind het een fantastische reis, maar ik vind het ook lekker dat we bezig zijn met de terugweg.
De vierde etappe van Zweden naar de tussenstop in Duitsland levert de volgende top 5 op. Op nummer 3, TTL Goes Arctic. Nummer 2, Polar 2 TV. En op nummer 1 weer de heren van Nice Gold. Eén keer de auto inpakken en de laatste kilometers afleggen tot de finish in Eibergen. Tot ziens! Ik zoom even op jou en dan... interview. Jullie hadden weer dezelfde strategie om ons te volgen volgens mij, hè? Nee, echt niet. Niet? We hebben echt hier de... Op de tomtom. Nog? Op de kaart, alles hebben we bij de hand. 27 en wat heb je als ideale tijd aangehouden? Ja, doe maar even voor de volledigheid. Maar dan, als dat klopt, dan snap ik het ook wel. Ook al is de laatste etappe erg kort, ook hier is er een top 5 uitgerold. Met bovenaan Reaching the Arctic. De teams zijn na 6 dagen toeren door 10 verschillende landen weer bijna aangekomen bij de finish in Eibergen. Waar familie en vrienden de deelnemers vol spanning op staan te wachten. Fantastisch. We hebben een mooie rit gereden, dwars door Scandinavië heen. Mooi besneeuwde wegen gehad, een stukje onverhard. Geweldige rit. Klasse. En nu, wat gaan jullie doen? Biertje drinken. En wachten op het eindklassement. En wachten op de uitslag, ja. Wat zijn jullie geworden? Ja, we staan nu 6. We staan nu 6 inderdaad, maar we hopen met de etappe van vandaag nog een aantal plaatsen omhoog te gaan. Top 5. Ja. Top. En dan is het eindelijk zover. De prijsuitreiking. Eerste plaats, Reaching the Arctic. Ja, goh, nieuws. Ik ben heel blij dat ik jullie het mag geven. Want jullie waren wel onze inspiratie. Af en toe, als ik de weg kwijt was, keek ik even wat Wolf en Niels deden. En dat kwam ik meestal goed aan. Dus meer dan verdiend. Alsjeblieft. Ik begin het ook te begrijpen nu, aan het einde van de week. De laatste dag begon het een beetje door te krijgen, goed weg. Ja, en dan gaan we echt weer naar de laatste etappe. Ja, de Hof van Eckbergen etappe. Op de eerste plaats, Reaching the Arctic. Oh, 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 oh.
Ja, tweede. Reaching the Arctic. Jongens, dit komt er niet bij. Ik moet krijgen, meneer. Een prijs erbij. Onvoorstelbaar. Namens iedereen die hier zit, denk ik, maar ook vooral namens ons team Hof van Hekbergen. Geweldig dat jullie hier geëindigd zijn en ook de anderen hier geëindigd zijn. Eerste keer Hof van Hekbergen, dus in die zin een première dat jullie deze mogen ontvangen. Dan maakt hij helemaal compleet, alsjeblieft. Goed, jongens. Dan staan jullie daar met een handvol bekers. Met het eindklassement. Vijfde plaats, Noordgang. Vierde plaats, Reaching the Arctic. En nou komt het. Nou komt het. Plaats nummer 1 gaat naar Nice Cold. Dit was de Arctic Challenge 2013. Een driving experience richting de Noordkaap, waarin de driving skills en uithoudingsvermogen centraal staan. Een editie met prachtige plaatjes, verraderlijke wegen en voor iedere uitdaging om uit te rijden. Meer informatie op de website. Tot ziens!